Beste vrienden in Zuid-Afrika, ik heb een boodschap uit Vlaanderen in jullie taal, het Afrikaans. Dit lijkt keer op keer alsof die Zuid-Afrikaanse regering daarop uit is om Afrikaans en die Afrikaner cultuur naar die rand van de samenleving te stoten en zelfs uit te wissen. En nou draait die Bela-wet weer om Afrikaans als onderwijstaal in gevaar te stellen. Dit is rechtig een schande. Als er een gemeenschap buiten Europa is waarmee Vlaanderen en Nederland een diepe band delen, is dit jullie die Afrikaners. Daarom heb ik in die Vlaamse parlement die Vlaamse minister-president gevraagd om op te treden en die Zuid-Afrikaanse ambassadeur aan te spreken over jullie situatie. Weet dat ons bij Vlaams Belang die situatie in Zuid-Afrika vindt ophouden, ons blij die bekommernissen van die Afrikaners en die problematiek van die plaatsmoorden op die politieke agenda plaats en opvolg. Ons gedeelde geschiedenis met jullie is voor Vlaams Belang baie belangrijk. Dit is dus noodzakelijk dat hier die banden niet verloren gaan niet en dat Vlaanderen voortgaan om, waar dit kan, in te staan voor die bescherming van zowel Afrikaans als Nederlands. Ons staan beslist aan jullie kant.